doen 4 dagen in de week zonder de letter A. Maandag. Dinsdag. Woensdag. Donderdag. Is fucking grappig. Supergoed gedaan. Donderdag. Leuk ook dat het zo afgemaakt wordt met een miempje erbij. Doen 4 dagen in de week zonder de letter A. Ik vind Maandag. De manier van interview wel een beetje dringend overkomen. Doen 4 dagen in de week. Kan je doen? Dat is prima. Maandag. Ik vind het echt leuk geanticipeerd. Scherp van het jonkje. Ik vind het ook echt leuk gedaan. Dinsdag, woensdag. Deze mannen hebben ook een soort van mijn kapsel. Dus ik voel wel een connectie. Dinsdag. Donderdag. Donderdag. Dinsdag. Ja, 5 heten. Ik heb gelacht. Goed gedaan, soldaat. 4 heten. Als je nu een scheet zou laten, zou ik het echt heel grappig vinden. Je moet niet per ongeluk een lekkende lekje hebben of zo. Dan. Ik heb gisteren weer uitsoep gemaakt. Sorry, we hebben lekker ruften hier op de bank. Het is van ons volgens mij. Waarom staat jouw vlugeltje daarnaast? Ja, dat is een praktisch grapje. Ja. Oh, dat heb je al voorbereid. Straks, ja. Ik vind mezelf er een beetje uitzien als een soort van runner van een meth lab. Ik vind je eerder een ober. Hoezo zie ik eruit als een ober? Nou, je hebt gewoon net blouseje aan. Ja, hij is helemaal stretch, wie voel je? Waarom zie jij er zo mooi uit? Ik vind het lekker. Ik ben gewoon naar de kapper geweest. Check mijn gangster fate. En wanneer maak je het af? Hallo en welkom bij Dubbertreden. Hij valt meer energie. Kom op. Hallo lieve kijkers en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de geweldige, super oude, al lang bestaande, epische wel... Nee. Kom maar, je kan het wel. Ik kan het niet meer. Je kan het wel. Hey, hallo en welkom bij de 400.000ste aflevering van Dubbertreden. Yes! Deze week hebben we Gina weer op bezoek. Hallo. Nou ja, op bezoek. Ze is hier thuis. Gina, is met jou? Goed. Je bent even lekker op vakantie geweest? Ik ben even lekker op vakantie geweest. Wat heerlijk. We hebben helemaal uitgerust. Helemaal je hebt toch ook Gino Martin? Bedoel jij... Tino Martin. Tino Martin. Nee, ik dacht, kan je ook Gina Martina of zo? Nee. Er is overigens wel een nummer gemaakt waar... Het is wel een oud nummer, maar die is weer nieuw jasje. Gina. Gina. Vet. Gina Lollobrigida. Ja, ik ga volgende week ook uit. Met wie ga jij uit? Vriend van mij Frank en zijn Spaanse vriendin. Cool. Ik ben ook Spaans aan het leren. Duolingo. Estupendo. In deze show kijken we filmpjes. Ja, we gaan gewoon lekker filmpjes kijken. Je telefoon of je leven? Su telefono o su vida? Oh, er zit geen geluid bij. Oh! Oh, jammer. Niet zijn leven. Wil weten. Oh, dit lijkt echt op zo'n game wat ik vroeger speelde. Met zo'n kikkertje dat je zo moest springen. Haalt het gewoon. Maar wat lag daar dan? Zijn telefoon dus. Oké, laten we nog even één keer kijken. Hij staat over. Kijk, ja, daar ligt zijn telefoon. Ja, dat is zijn telefoon dus, blijkbaar. Nee, maar wacht dan gewoon daar wat eventjes. Wat is er mis met jou? Oh. Maar ik vind het ook wel raar dat die auto's niet stoppen. Zie je het groen? Niet? Wel echt een engeltje op zijn schouder gehad. Ja, 4 eten voor de sprint. Ik vind het wel, ja, het wel gewoon gehaald. Het valt me wel eens op als zeg maar mensen iets verliezen of zo. Of er valt iets en ze zijn op de fiets. Of dat ze ook meteen stoppen om het te pakken. En ze kijken gewoon niet even of ze wat achter hun hebben. Of dat is gewoon je eerste... fractie van een seconde dat je meteen gaat handelen. Goed verhaal. Ja. Wil weten. Ga jij nu alweer aan de drank, lieverd? Zou je dat nou wel doen? Ja, drink je graag alleen? Ja. Tesla. Oh, dit is in Tilburg. Ja, je ziet ook gewoon meteen dat het in Tilburg is omdat er Tesla staat. Nou, er is maar één Tesla-fabriek in Nederland en die zit in Tilburg. Toch maar weer 5 seconden eerder aan de overkant. 5 reten. Bizar filmpje. Gina, moeten we het nog hebben over jouw vakantie? Ja! Ik heb het intensief gevolgd. Ja. Online, ook omdat één volger van mij onder elke foto... jouw tagt. Waar jouw kont te zien is, mij tagt, inderdaad. Gina, Gina, Gina Lollobrigida. Maar heb je een mooie vakantie gehad? Ja, ik heb een hele leuke vakantie gehad. Wat fijn. Ja. Was je nou in Indonesië? Filipijnen. Ik was in Deventer. Je was in Deventer? Ja. Ja, ik heb met walvishaai gezwommen. Zo. Vet. Ja. Was niks moeder er ook.
Even voor de duidelijkheid, Bjorn Oelsbeek. Hè? Jij moet niet menen dat het mijn relatie tussen Bibi en mij kapot kan maken. Hè? En dat geldt ook voor jouw holmaatjes, net als Jean-Pierre. Hè? Uit Eindhoven, onze graftakken gezicht. De liefde spat er inderdaad van aan. Wat is dit? Dit is Scooter uit Roosendaal. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Ja, maar zij vindt het wel vet dat hij het even vertelt. Dat is een Alibaba budget Wednesday. Als je zo in de helft is, moet je eens in een kutauto stappen en dan moet hij aan een Beekenham komen. Als je zo'n groot smoel bemoeil. Even ook... voor de duidelijkheid, wat zegt hij nou precies? Even voor de duidelijkheid, Bjorn Oelsbeek. Jij moet niet menen dat het mijn relatie tussen Bibi en mij kapot kan maken. Hè? Maar wat heeft Bjorn gedaan? Ja, Bjorn is gewoon in de DM's geslaaid van Bibi. Ja. Bibi heeft waarschijnlijk zo'n foto online gezet. Weet je, dat was op vakantie. En ze een hele reet eruit. En Bjorn zo, nou... Je hoeft niet bij mijn vriendin op TikTok te kijken, jongen. Kuttekop, als ik iets tegen haar red, moet hij hier aan de deur komen. Stumpert. De holmaatjes van Bjorn, die hebben ook waarschijnlijk vlammetjes gereageerd. Ja. Want die moet ik eigenlijk nu ook te verduren. En dat geldt ook voor jouw holmaatjes, net als... Jean-Pierre. Ja, ik denk dat zij daar in het hoekje gewoon sigaretjes aan het schieten is. Bjorn. Marvin Bibi Love. Oh, wat schattig. Dat is wel alsof je vroeger voor MSN zo'n e-mailadres aanmaakt. Van Renéetje Love Sabrina 98 of zo, weet je. Ja. Je hoeft niet bij mijn vriendin op TikTok te kijken, jongen. Kuttekop. John de Mol, ik weet dat je kijkt. Geef Bibi een reality show. Dit is top. Kuttekop. Weet je, ik vind het wel lief als je het zo voor je meisje opneemt. Laten we eerlijk zijn. Dus drie reten. Dat geldt voor jou, Bjorn. Jouw leven gaat naar de klote en niet naar van ons. Bibi, ik heb net wel even stiekem naar je TikTok gekeken. Ik hoop niet dat Marvin nu achter me aankomt. maar bel me gerust. Ik ga volgende week uit. Kom lekker mee. Want niemand komt tussen mij en haar in. Dat geldt voor iedereen bij deze, hè? Ja, vijf reten. Ik heb echt gelachen. Jean-Pierre. Jean-Pierre en Bjorn, ik zou je maar verstoppen. Oh, nee. Uh-oh. Oh, nee. Ja. Stop. Nee. Stop. Stop. Oh, iets naar voren. Oh, dit is echt niet. Iets naar voren. Ziet het echt niet. Ze kan er wel meteen in. Dat is wel... Hij wat? Ziet het niet. Hij ziet het niet. Wat een ligubere filmpjes hebben we vandaag. Gelukkig hebben ze wel een mondkapje om. Ja, dat scheelt. Oh. Hey, hallo. Ja, nee, ik... Zo relaxed doet zij. Ik zou meteen rennen, joh gek. Wat doen jullie? Ga rijden. Oh, dit is zo'n filmpje dat er gewoon 40 mensen uit die ambulance komen. Okay. Deze mensen, houd toch op hoor. Ik vind het zielig. Nog een stukje verder naar achter. Oh, ik vind dit een heel stom filmpje. Ik vind deze reactie echt heel tammetjes van de ambulance. Waar hebben we naar zitten kijken? Een aanrijding van een bejaarde vrouw. Vijf groot. Oh, ze valt echt hard ook. Hij gaat ook echt zo met zijn neus op de vloer. Als je aangereden wordt, dan beter door een ambulance. Ja, eigenlijk. So what's up guys? Tuturuan ko kayo paano mag-karate. Oh god. Heel vet. Ik mag eigenlijk niet lachen, maar... Talon, talon! Sandang ka lang. Tja! Wasa! Grabe. Oh, galing. Kamehameha? Oh. Wila mo. Schattig. Oh. Het heeft wat van Shinchen. Hey, problemen maken, daar houdt hij van. Hé, maar ik wil even iets vertellen. In de Filipijnen was er dus een hobbitcafé. En daar mochten dus alleen maar... Kleine mensen. werken. De tafels waren wel iets lager. Anders konden ze er niet bij. Oh. Maar dit is Lionel Messi die zich voorbereidt op de wedstrijd tegen Nederland zaterdag. Vrijdag. Oh. Wow. Hij doet gewoon de rups. Ik vind wel dat hij een beetje een dikke reet heeft. Vijf reten. Je kan nog tot morgenochtend stemmen op de Dumpertop. Zoveel. Dus doe dat even, want dat vinden we leuk. En wees origineel. Ja, en selecteer je favoriete filmpjes en doe mee, want het kan nog tot morgen. En wees een beetje creatief. Dus niet alleen maar dit soort filmpjes. Ook niet dit soort filmpjes. Ik vind dit wel een goede kandidaat. Wij zijn de Braca Boys. Wij zijn de Braca's. Of deze. Arthur? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Ik geef Wilco alle vrijheid. Wilco, doe maar wat. Hey, wij zijn helemaal knet aan. Zeg Gina, wat is jouw favoriete Dumpert filmpje aller tijden? Ja, dit ene filmpje vind ik wel heel erg leuk. Gina. Of deze. Adel, alleen. Doei.
Gewoon lekker stemmen, jongens. Vinden we leuk. Ja, lekker bezig, meid. Ja, leuk wijfje vind ik het ook. Echt top. Ja, ik zag mooie gewoon kleren. Heel slimme mond. Zij was mijn ex-schoonzusje. Hallo. Maar dit is toch geweldig? Ik wil als man ook gewoon dit soort video's gaan maken. Ik zou zelf wel gewoon even één knoopje nog dicht doen. Gast, persoonlijk. Gast, ik heb jouw reet gewoon echt 20 keer gezien de afgelopen week. Gewoon nakend. China, China, China. Ik ga volgende week ook zo'n net aandoen. Heel vet, met zo'n tanktop. Iris heeft ook al een vriend, toch? Of niet? Ja, dat was de broer van Stijn. Nou, dan heb ik helaas te weinig geld, denk ik. Ook echt een goed dansje. Goede choreografie. Favorieten? Zeker. Jeetje, Mina. Oh, gaat er. Wat doet dat kindje? Dit is Gina en Albufera. Ik vind het wel cool dat ze erom lacht. Het is toch gewoon grappig dat je jezelf verkleedt als een kliko? Het is niet. Maar. Wat doet dit kindje dan? Ja, die heeft gewoon aids in zijn hoofd. Vier reten. En dit is gewoon hoe ik nu ben als ik lam ben. Gina. Wanneer komt Maxime weer langs? Weet ik niet. Ik heb met Maxime zit ik nu in zo'n fase dat het allemaal een beetje it's complicated. Een reguurder die 3 keer in een week is weggejorgd en opgerot, hoort niet in de reguurdersronde. Is dat een regel of zo? Red de Hagu? Staat dat ergens in het grote dumperdretenboek? Dat bepalen we zelf wel. De directeur schrijft, die gast met die baard heeft een goede smaak. Hij zou een kookprogramma moeten beginnen. Ja, Nicky. Nou, dat heeft hij ook. Yep. Hartstikke leuk. Lekker René afzeiken. Mooi man, zegt Dr. Droll. Ja, dat kan hij wel. Is dat ook een van jullie hobby's? Ah, ik ben er niet zo goed in, maar jij kan mij wel goed afzeiken. Wat heeft Nick toch een geweldig aanstekelijke lach. Leuk dat hij er nog eens bij was, zegt de Crea Guurtster. Zeker. Vonden wij ook en hij komt vast wel een keertje terug. Zeker. Is ook, schrijft Nick terug, Ben en Ruud weer samen. Mijn dag kan niet meer stuk. Het is zo vet dat Ben en Ruud weer samen zijn. Zijn ze weer samen? Ze zijn weer samen. Nee. Het is zo vet. Ja, dat is ook. Ik kreeg een bericht van Ruud dat ze weer samen zijn. Ruurt, gefeliciteerd. Oh, dat vind ik ook echt heel erg leuk, ja. Nou, van kunnen Ben. We het ook nog even hebben, nu we het over Ben en Ruurt hebben, over rapper Sjors? Nee. Was dat de afgelopen week? Maar hij had dus een vriendin. Ja, gestalkt. Nee, hij ging het op bekendmaken dat hij vriendin had. Ja, dat heeft hij gedaan. Maar, en toen heeft zij aangifte gedaan bij de politie van, yo, deze guy zet mij op zijn profiel, maar we hebben niks. Ik heb 2 dates nog gehad. Er was geen connectie, dus haal me eraf. En toen heeft hij het een paar uur later weer eraf gehaald. Maar ik heb alles gezien. Sjors. Oh, alles is er al af. Laat je niet gek maken, René. Gewoon lekker zoveel gamen als je zelf wilt, zegt Klapper Bill. Was jij dat? Nee. Ja, morgen, vanmiddag, nu, een uur geleden live, begon op Twitch. René aan de game. Gisteren ben ik eerste geworden met Warzone. Misschien word ik het straks wel weer. Ja, en kijk vrijdag ook even onze livestream om 4 uur op Twitch. Elke vrijdag. Ja, en vrijdagavond om 8 uur is Nederlands elftal. Is iedereen niet om 4 uur al dronken? Vet, we doen ook een voorbeschouwing die nergens over gaat. Sylvana klinkt al alsof ze een heet avond heeft ingeslikt. Dat kaksje is dus besmettelijk. Nou, dat is echt niet waar. Ja, ik vind het ook niet aardig. Is het niet besmettelijk? AK, ja, en ik heb geen idee. Ik vind mezelf alles behalve dat hebben. Ik hoop dat het leuk is. Wij Brabanders, wij praten anders. Alle zelfstandige naamwoorden in Brabant beginnen met een N. Nee, is mooi een auto. Is mooi, ja. Ik denk dat het vooral heel leuk is als je zelf daar vandaan komt. En dan maakt het niet uit of er een medeklinker voor staat met een caravan erachter. Dat is gewoon normaal. Weet je, als er in een woord een N en een D achter elkaar komt, maken wij er een M van. Ik vind het een vrolijke verschijning. Wat heeft hij op zijn t-shirt staan? En als we vroeger gingen zwemmen, wat hadden we dan? Ja, een amendement. Dat zijn gewoon normale woorden. Wedstrijddoos. Oh. Ik heb ook een wedstrijddoos. Ja, ik ook.
Maar dit is een soort van Brabantse Najib Amhali-achtige persoon. Ja, ik word een beetje lammig van dit soort video's. Nee, ik vind hem wel op zich wel grappig. Jij ik, bent een Brabander. Ik woon in Brabant. Ik ben niet van origine in Brabant, want ik heb gewoon een harde G. Maar... Als we vroeger gingen zwemmen, wat hadden we dan? Ja, een amendement. Ik snap die M niet helemaal. Nee. Als een amendement of zo? Amendement. Nou? Amendement. Een amendement. Ik vind het nu wel grappig. Amendement. Amendement. Ik vind het zo kut dat ik het een keer leuk begin te vinden. Oh. Laten we gauw doorgaan. Super gezellig in de Schilderswijk. Heel vet. Hey, de neetje van vroeger. Cecil viert het feestje mee. Hey, hij heeft zo'n broccoli-kapsel. Nul reten. Ja. Zeker Lucas, hier in de Schilderswijk in Den Haag is het hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig, er wordt veel feest gevierd. 500 regen. Wat is dit? Viert het feestje mee. Kijk hoe blij ze zijn, deze fuckers. Hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig, er wordt veel feest gevierd. Ja, maar hij negeert gewoon volledig wat die gast komt doen. Viert het feestje mee. Serieus, dat roze, rode blouse heeft Imke ook. Dus ik ben nu hitsig. Vier heten. Hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig. Er wordt veel feest gevierd. Maar de grap is natuurlijk dat hij zegt van... Ja, het is echt een groot feest. En achter hem zie je dat de mensen worden opgejaagd door de mobiele eenheid. Hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig. Marokko is door naar die achtste finale. Ja, die hoest die maakt ze helemaal af. Heel vet. Ja. Heeft Marvin dit gefilmd? Maar hij heeft een soort kroes rood haar. Ja. Ik ben wel jaloers of zo. Hartstikke gezellig. Het is hartstikke gezellig. Er wordt veel feest gevierd. Het zou ook grappig zijn om in deze video even wat geluid uit die gozer zijn megafoon eronder te editen. Als ik 's morgens wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer... Die gast met die megafoon, die komt ook echt gewoon erin lopen van... Ah, ja, je mag niet filmen, je moet hier weg. Maar kijk hoe blij die blijft. Ja, maar hij pakt hem gewoon lekker door. Vijf reten. Zappie, je mag het niet filmen. Waarom kan je hier filmen? Je maakt een slechte plaatje van ons. Jullie laten alleen maar in de media zien als het hier verkeerd gaat. Je moet hem komen op maandag als hij gezellig gaan we tegengeven aan oudere mensen. Eén reet. Nee. Dit is waarschijnlijk racistisch. Ja. Oh, er wordt gewiept. Nas. Dit is Gina op de Filipijnen. Ik moet wel meteen denken aan twee honden op de Filipijnen. Die waren ook die net wat te drinken gegeven. Eén hond. En echt binnen twee minuten was hij er vandoor. Had hij een andere hond gezien. Toen was hij gewoon voor mijn neus. Aan het krikken. Ja, die had weer helemaal energie gekregen van het beetje water wat hij had gehad. Eén gast ligt hier te naaien. En de andere gast die is aan het filmen. Wie zou jij zelf willen zijn? Twee mensen die ernaast zitten. Zouden ze het echt niet doorhebben? Het kan ook nog dat ze het expres doen, hè? Je hebt ook mensen die daar gewoon echt op kikken. Ja. Ja, ik zeg natuur. Vijf reten. Indianen hebben hun tent er weer opgezet. Typisch. Drie reten. Ik vind vooral het licht gewoon heel mooi. Met die boot op de achtergrond. Een heel mooi plaatje. Stel, hij drukt haar hier zwanger, dan kun je gewoon zeggen dat je op het strand bent gemaakt. Je mag geboren zeggen. Hij komt er even op. Lekker gekookt eitje. Oh jee. Oh. Oh meisje toch. Gadverdamme. Dit is toch helemaal niet goed. Wat de fuck is er mis met jullie? Serieus, het internet en... Ja, ik moet ook zeggen dat ik eieren ook niet zo heel erg lekker vind. Ik vind gekookt eitje wel lekker, hoor. Zoveel eieren erin jenken. Hier ga je toch kotsen van? Ook dat slikje de hele tijd. Oh! Wat een schatje. Wat komt er vanmiddag uit haar aan? Ben je nou aan het kijken totdat ze gewoon niet meer kan of zo? Nee! Ik haat dit soort filmpjes. Dit is wel goed met ballen. Vijf reten. Maar kan iemand mij vertellen hoe dit meisje zo dun is? Als je zoveel eet? Nou, je hebt er nog niet zien staan, hè?
Dus geeft ze dan hele, hele bizarre pens te onderhangen. Wacht even, wat eet zij daar? Mag ik even terug? Oh, het is gewoon een kop van een haan! Die vreet ze gewoon op! Godverdamme! Tik er nog eens op! Nee! Nee, dat meen je niet! Nee, dit vind ik zielig. Ah, nee! Ik denk wel echt dat zij heerlijk kan rimmen. Vier reten. Besef. Ze vreet gewoon een schildpad op. Dat kan echt niet. Mannen juichen hierop. Sla een pacha op deze shit. Min 95 reten. Ik word meteen vegetarisch van. Komt de Filipijnen kon je ook eitjes op straat kopen. En op een gegeven moment vroeg ik, wat zit er nou eigenlijk in dat eitje? Want wat is dan zo'n ding dat je dan een eitje haalt of zo? Nou, er zit dus gewoon een embryootje in wat al zeg maar geboren is. Oh. Zeg maar geboren, maar Waarom? Er staat een kuikentje in. Ja. Maar wat wel zo is, is dat ze echt alles opvreten. Dus als in varken of zo. Ja. Of dan ook de darmpjes op een satéetje en een dingetje. Dus wel, ze eten wel echt. Wat is het voor iets ongezelligs dat je in je eentje aan het suipen bent de hele tijd? Sorry. Ik vind het ook wel echt leuk. Paardenmeisje. Dit is heel vet. Daar gaan ze. Hij is er helemaal klaar mee. Oh. Ik wil niet meer aan de lijn. Hij dacht, ik geef haar een flinke hengst. Maar het is wel sneu, want dat paard heeft het ook gewoon naar zijn zin. Maar ja, die trapt haar gewoon dood. Bats. Wow. Het lijkt wel een beetje alsof die bokt, hoor. Ja. Zo van, ik ben er wel klaar mee. Ja, vieze bitch. Je hebt me al drie weken niet gemolken. Dit had van mij niet ge... Laat voor mij gehoeven. Ja, vet. Paard is in ieder geval eindelijk vrij. Ik geef hem ook vier eten. Ja! Woehoe! Dit was de update alweer. Dankjewel voor het kijken. Gina, ontzettend bedankt. Tot de volgende keer. Vergeet niet te stellen. Volgende week ga ik ineens op stap. Ik doe niet meer mee.